duurt meer hetzelfde. Dus met de vaste wielen, meestal met de Kingfisher gebouwd, met een grote, dus met als watervliegtuig. De rest die u hier ziet is als landvliegtuig gebouwd, op grond te stijgen van Vliegers, uiteraard voor. Nu is dat jammer, is ook wel. De vaste observator, die had een hele lichte mitrailleur. Dat was in feite een gemakkelijk met onderzeer. Luisteren naar de geluid van 1500 sterren. En daarachter komt de Junkers Nieuw 87 Stuka, Amerikaanse ster. Wel, die werden er een paar dagen na Pearl Harbor, na 7 december 1941, reeds uitgehaald, omdat Amerikaanse en Engelse kanoniers